kunnen geloven, 30 jaar oud, ik was nog nooit in de Efteling geweest. Ik was er nog nooit geweest. Bij fan, hè, trouwens. Ik kan het nu al zeggen, bij fan. Ik ben volledig mee. Want ik hou van pretparken op een andere manier. Veel mensen gaan naar pretparken voor een bepaalde reden. Veel mensen die van rollercoasters houden, ik hou niet van rollercoasters. Durfde niet. Jawel, ik durf wel. Ik vind dat niet leuk. Ik ben een grote mens. Ik vind het niet leuk om met mijn knieën gekneld in een karretje te zitten en 120 per uur mijn lens aan de achterkant van mijn oogbol te voelen schuiven. Ik vind dat niet leuk. Ik vind andere dingen leuk. Alexander, waar wilde hij nu op? Dat daar. Dat is een bankske. Ja, inderdaad. Ik vind andere dingen leuk. Weet je wat ik tof vind? Dat Sprookjesbos. Dat is grief. Dat is nu een keer een attractie op mijn tempo. Letterlijk. Wandelt er gewoon zo wat door van... Godverdikke, spreek een boom. Ongelooflijk. En dat de max. Het zijn wel andere sprookjes, zeg. Als je zo Disney gewoon bent, dan ga je naar de Efteling. Ja, bij Disney is het altijd. En ze leefden nog lang en gelukkig. En in Efteling zijn ze van die Hans Christian Andersen sprookjes. Dat je op het einde denkt van... Leeft er nog iemand? Er was daar een attractie en er was een grot met een ingang en een uitgang. En er gingen blije kinderen in en er kwamen huilende kinderen weer uit. Ik dacht, waar is dat in godsnaam? En het was het sprookje van het meisje met de zwavelstokjes. Ik had dat nog nooit gehoord. Wat een depressieve kul is dat? Ik stap daar naar binnen met een dozijn Hollandse peuters. Zo'n beduimeld raam. En daar speelt zich een 3-minuten versie af van het meisje met de zwavelstokjes. Door middel van maquettes en holografie enzovoort. Dit is dan. Dit is het, in een absolute notendop. In echt een notendop. Meisje wordt gedwongen om op oudejaarsavond door haar vader zwavelstokjes te verkopen. Want ja, daar is de markt voor. Hoe vaak hebben wij op oudejaarsavond al gedacht... Oh, hing er iemand maar deur tot deur met losse lucifers? Ik heb eigenlijk maar één nodig. Dus die worden naar buiten gestuurd, dwangmatig door haar vader, om zwavelstokjes te verkopen in slecht weer. Het is echt aan het sneeuwen en aan het ijzelen, vriezen, regen. De sneeuw is naar pap. En ze worden naar buiten gestuurd in de kleren van haar dode moeder. Voor sfeer en gezelligheid. En ze ploegt door dat weer en dit en dat. En halverwege haar trektocht verliest ze een schoen. En je weet wat je doet als je een schoen verliest op straat? Je loopt door. Je loopt gewoon door. En als die productieve achteruit gaan, moet de vooruit gaan. Haar een andere schoen, die wordt gepikt. Welke lul. Zit er iemand loopt met één schoen en denkt, dat kan ik ook niet aan. Haha, een schoen. En wonder bij wonder verkoopt ze die avond geen enkel zwavelstokje. En ze gaat niet naar huis, want ze denkt, ja, het is daar ook al kou. En als ik thuis kom zonder verkoop, dan krijg ik slaag. Weet je wat? Ik schuil hier in dit steegje. En fuck it, ik steek een paar van die stokjes aan. Dan heb ik tenminste even warm. En ze steekt een aan en ze krijgt een prachtig visioen van een mooie versierde kerstboom. En ze steekt nog een aan en ze krijgt een visioen van een warme kachel. En ze steekt nog een aan en ze krijgt een visioen van een prachtig gedekte tafel. Waarop een van die peuters zich omdraait naar de lerares en zegt van... Zijn er allemaal dingen dat ze straks gaat krijgen? En je ziet de lerares kijken van... En ze steekt haar laatste zwavelstokje aan en ze krijgt een visioen van haar overleden grootmoeder. Die zegt, kom maar met mij mee. Ik heb het al genoeg afgezien. Bij mij is het veilig. En de dag erna wordt ze door de dorpelingen teruggevonden in die steeg, doodgevroren, maar met een glimlach op haar gezicht. Einde! Einde! Fucking einde! Ik heb 12 peuters aan haar raam. Een van die kleine man draait hem om naar mij. En wat is de moraal van het verhaal? Ik zeg, soms heb je kou en dan ga je dood. Weet wat mij interesseert in pretparken? Dat is de creativiteit. Snap je? De schilderkunst, de makelarij. Dat boeit me echt. Ik vind dat echt. Mensen die dingen ontwerpen, ik vind dat zijn echt artiesten. Dat fascineert mij enorm. Ze hebben er ook technologie waar ik vaak naar kijk en denk, hoe doen ze het? Ik dat ook eens om te kijken van, hoe werkt het in godsnaam? Hoe doen ze het? Er is één attractie, blows my mind, iedere keer in de Efteling. Misschien kenden ze. Dat is een boom met een papegaaien.
En dan moet je voor die papegaai gaan staan. En dan kun je iets zeggen zoals... Hallo papegaai, mijn naam is Xander. En dan moet je zo even wachten en dan herhaalt die papegaai exact... Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. We leven in de toekomst. We leven in de toekomst. Dat is echt... Hoe doen ze het? Hoe doen ze het? Ik heb shit in de Efteling gezien dat ik zelfs op de dark web niet kan vinden. We zaten in een picknickhoekje. Heel veel picknicktafels, gezinnen met kinderen. En een tafel verder is er een gezin met een kind en dat kind doet dit. Dus iedereen weet, in een straal van 50 meter, ja, er komt nog. Je ziet die ouders kijken van, ja, die heeft een pak friet gegeten, poffertjes en een suikerspin. Die had hier een kotsje leggen van €134. Dus die vader is rapper dan het licht en heeft die een klein nop op zoek naar een toilet. Maar het toilet is nogal ver en er is een lange rij. Dus ze gaan naar de tweede optie, namelijk een vuilbak. Vuilbakken in de Efteling komen in twee vormen. Je hebt een rieten mand en je kunt niet kotsen in een rieten mand. Dat doe je niet. De andere vorm van vuilbak in de Efteling komt in de vorm van hollebolle gijs. Als je denkt dat je het allemaal in het leven al gezien hebt, dan ben je niet voorbereid op de dag dat je met 40 gezinnen zit te kijken hoe dan een volwassen man een peuter op heeft en die een mond in mond forceert met hollebolle gijs om die losse zijn bakkes. En hol achteraf, dank u wel. Heerlijk.